Via Cultura Weekend Magazine. Met Ad Bos en Jan-Willem Boeseman over de geschiedenis van Dordt. Presentatie Gert-Jan Kleinpaste. Jan-Willem Boeseman. Dat is wel even een heel ander thema. Waar ik ook geen makkelijk bruggetje bij kon bedenken. Maar ja, dat is even overschakelen. Ik heb hier in mijn hand de kanon van Dordrecht. En om maar dan met één verwarring te beginnen. 1000 jaar Dordt. Terwijl we dit jaar geacht werden 800 jaar Dordrecht te vieren. Ja. Jullie hebben er 200 jaar bij zitten. Komt dat? Dat klopt. 800 jaar Dordt gaat over de stadsrechten die de stad heeft gekregen 825 jaar geleden. Het is iets langer dan 800 jaar. Maar er was natuurlijk al iets. Ja. Het is ooit begonnen als een nederzetting. Er hebben zich mensen gevestigd in plaggenhutjes. En zo heel zachtjes aan ontstond daar een dorp, een groot dorp, een stad. Ja. Dat gaat niet in één klap. Nee, dat is 200 jaar voor nodig geweest. Ja, dat begrijp ik, dat ook een behoorlijke aanlooptijd nodig heeft. Is ook redelijk traditioneel hoe nederzettingen ontstaan. Op een punt bij een rivier of daar waar wat te doen is in ieder geval. Ja. Kun je kort schetsen welke markante punten uit die eerste 200 jaar jullie kanon in zijn gefietst? Is natuurlijk niet zoveel van beschreven. Hè. We hebben het over de 11e eeuw. De eerste keer dat Dordrecht werd vermeld is het, meen ik, 1049. Waarin graaf Dirk omgekomen is in of nabij de stad. Dat is de Dirk die op de Grote Markt staat? Dirkie, zoals de Dordtenaren hem noemen. Hij heeft ooit op de brug gestaan. De Roobrug gestaan, maar daar stond hij wat onveilig, begreep ik. Jeugd die vond hem heel interessant en die gaf hem sjalen, verfde hem rood, noem het maar. Maar graaf Dirk van Holland, die staat nu op de Grote Markt met een beeld. Ja. Ja. Althans, er is geen echte afbeelding van hem, iets wat erop lijkt. Ja, ja. Nee, het is wel spannend om dan iets waar je niet echt een hele precieze voorstelling van hebt, toch in een beeld te moeten zetten. Ja. Ook aangeschoven inmiddels Ad Bos. Jullie hebben met z'n tweeën deze kanon geschreven. Ja. Hoe ging dat nou in zijn werk? Hoe zijn jullie terechtgekomen bij de thema's die de kanon echt gehaald hebben? Hoe maak je nou zo'n selectie met elkaar? Ja, nou, in principe vond ik het niet zo moeilijk. Microfoon ietsje dichterbij halen. Ik denk dat ongeveer 80% van de vensters die we behandelen, die zou iedereen gekozen hebben. Mm-hmm. Die zijn zo evident, dat is Dordrecht, dat moet er gewoon in. En dan hou je nog een aantal vensters over. Dan heb je er zeg maar 40 en dan heb je er nog 40 over. En je moet dan terugwerken naar, in ons geval nog 17 of 7 zelfs. Nou, dat hebben we in goed overleg met z'n tweeën gedaan. Bewust met z'n tweeën. En was dat overleg soms spannend? Ik bedoel, waren er nou thema's waar je elkaar echt moest overtuigen van de een had er eigenlijk wel gevoel bij dat het in het boek moest en de ander dacht van doe maar niet? Soms. Nou, de koppen zijn niet echt heel hard tegen elkaar gegaan, laten we dat voorop stellen. Daar lijken jullie me de mannen ook niet voor. Nee, nee hoor, we kwamen er heel goed uit met elkaar. Oh, er is wel discussie wel geweest. Hè? Wat is zo'n thema waar jullie het lang over gehad hebben met elkaar? Oef. Ja. Nou, met elkaar nog niet eens, maar bijvoorbeeld de frikadel. Ja. Ja. Nou, ja. Moet zoiets nou in een kanon? Daar zitten we dan een beetje over te soebatten met elkaar. Van, ja. Is dat nou de moeite of niet? En dan zeggen we toch uiteindelijk met elkaar van ja, maar het is zo ontzettend leuk om hem er wel in te zetten. Ja, en even voor de luisteraars en kijkers thuis. Dordt en de frikadel, hoe zit dat verhaal? Nou ja, er worden toch 600 miljoen frikandellen in Nederland gegeten. En die is echt in Dordrecht geboren. Er was hier een slagersknecht die mocht bij zijn baas, de slagerij, mocht hij zelf privé gehaktballen maken. Mm-hmm.
Die gehaktballen die waren kennelijk ontzettend lekker, want die werden afgenomen met name in het gebied de Riedijk. Hè, wat toch wel de buurt was waar de nodige cafés waren, Schipperscafé in die tijd. Die waren verschrikkelijk lekker, kennelijk, en dat liep goed. Totdat er een wijziging kwam in de warenwet. Er mocht, hoe zat het, Atem? Je mocht op een gegeven moment geen gehaktballen meer maken met een bepaald... Weet jij het nog? Nee, ik moet dan ook even snel spieken, maar ik weet niet of ik dat... Nou. Dat zo snel de veranderde is in die wet, waardoor hij zijn ballen niet meer op die manier kon maken, mocht maken. En toen heeft hij er een staaf van gemaakt. Dus het werd eigenlijk een soort gehakt staaf. Dat is eigenlijk een hele Nederlandse oplossing. Een heel Nederlandse oplossing, ja. Hij ontdook op die manier de regelgeving op een... Nou, dat mocht. En ja, toen werd het een gehaktstaaf. Ja. Of een frikadel, zoals het toen heet. Ja, ja. Nou ja, een van de meest populaire snacks in Nederland, geloof ik. Ja, nou, het heeft, wat voor mij heeft meegewogen om het toch als venster te benoemen, is dat het heel lang bij het VVV, door de marketing VVV, op een zuil heeft gestaan. We waren toen kennelijk trots op, op de frikadel. Ja. En dat zijn we ook natuurlijk. We zijn trouwens ook wereldkampioenschap frikadel eten. Dus nou ja, maar, dat is door de toch maar mooie de bakermat van. Nou, het heeft daar gestaan en het is 6 jaar geleden verdwenen, 5, 6 jaar geleden, toen alles werd gericht op het Hof van Nederland, ja. op andere, een andere beleving van de geschiedenis. Toen is het verdwenen, daarvan dacht ik van ja, ja. Kan gewoon niet. Ja. Nou zitten jullie zelf, want jullie zitten bij het Augustijnenhof, tegenover het Hof van Nederland volgens mij. Ja. Is er een connectie tussen... die beide organisaties? Nou, zonder Hof van Nederland, zonder archief moet ik zeggen, hadden wij daar niet gezeten. Mm-hmm. Wat is er gebeurd? Het archief is verhuisd van het stek naar het Hof. En tegelijk is het depot van het archief is ondergebracht op de Jade in het Centraal Depot. Nou, dat betekent, als je op het archief komt en je vraagt stukken op, die in het verleden met een karretje werden gehaald vanuit het depot wat achter het gebouw een stek stond, die moet je van tevoren bestellen. Ja, dat wordt met een wagentje wordt het afgeleverd. Waardoor de hele communicatie eigenlijk tussen de archiefbezoekers anders wordt. In het verleden wachtte men op die stukken. Men ging met elkaar in gesprek. Waar ben jij mee bezig? En wisselde ervaringen uit. Dat contact dat verslechterde eigenlijk. Plus dat er een grote digitaliseringsslag is geweest. Waardoor mensen veel minder op het archief kwamen. Nou, daarvan hebben wij gedacht, van dat gaan we invullen door een centrum te worden waar de archiefbezoekers met name zich kunnen verzamelen weer. Een boterhammetje kunnen eten en tegelijk uitwisselen. Wat doen we? Waar zijn we mee bezig? Ja, dat voorziet in de behoefte? Ik bedoel, het is druk bij jullie? Nou, de laatste tijd niet. Nee, het is een heel rustig jaar geweest in ieder geval. Maar... Dat komt dan door dat corona... virus, maar in gewone jaren. De deur wordt redelijk plat gelopen. Ja. En er zitten altijd vrijwilligers om mensen te ontvangen en verder te begeleiden. Want ik herinner mij zelfs dat ik even ergens in de krant heb gelezen dat jullie wel uitbreidingsambitie hadden om bijvoorbeeld de Berkenpoort ook in een historische functie te trekken. Ja, we zijn sinds vorig jaar historisch informatiepunt. Dat was iets wat je in andere steden ook wel tegenkomt. Bijvoorbeeld in Den Haag, daar hebben ze ook een historisch informatiepunt. En in Dordrecht hadden we dat nog niet, terwijl er hier genoeg toeristen rondlopen op zoek naar geschiedenis. Ja. Dan moet ik mijn historisch informatiepunt een beetje voorstellen als een VVV gericht op de rijke historie van de stad. Precies, ja. Want de stad heeft natuurlijk een hele rijke historie. En je zit in de Berkenpoort, precies in het centrum. Iedereen loopt er langs. Nou zitten we op het Hof ook niet verkeerd wat dat betreft. Ja, terwijl ik hoor wel eens dat de klacht dat het Hof zo toch een beetje onvindbaar schijnt te zijn. Terwijl ik zoiets heb, als je Dordrecht gaat bekijken, wil je die plek ook zien. Maar... Ja, je kunt er dan van 3 kanten af naar binnen lopen. Ja. Wij zien echt heel veel toeristen op het Hof. Dus ik denk niet dat dat helemaal waar is.
Zeker sinds de bewegwijzering nu verbeterd is, die was niet ideaal, die is echt een stuk beter. Ja. Maar wat voor ons het grote punt was om dat historisch informatiepunt te beginnen, dus ons toch niet alleen maar op de onderzoekers te richten, maar ook op toeristen, is A, er kwamen steeds meer toeristen binnenlopen van heeft u een plattegrondje voor de stadswandeling, kunt u me vertellen waar wij heen moeten. Mm-hmm. Ze gingen ook echt toeristische informatie verstrekken. We hebben toen bij het VVV de plattegrond gehad van jongens, geef ons nou een paar doosjes, want de toeristen die komen daar en die weten jullie kennelijk niet te vinden. Ja, hoe komt dat naar onze mening? Omdat steeds meer... Het VVV zit nu aan de Spuiboulevard. Ja. Gaat straks nog een stukje verder weg naar de andere kant, naar het huis van stad en regio. En verdwijnt dus uit het echte centrum. Ze zitten niet meer binnen de stadsmuren, om zo te zeggen. Mm-hmm. De toeristen kwamen in het verleden voornamelijk via het station de stad binnen. Dus langs dat VVV. Ja. Nu komen ze voor een heel groot deel via het water binnen. Heel logisch voor Dordrecht, want dat is heel lang het geval. Men komt met de waterbussen ja. Vanuit waar dan ook. Men komt parkeren grote touringcars op de Merwekade bijvoorbeeld. Zetten daar toeristen af en dan worden ze erop gepikt. Ja. Dus niet eens via een boot, maar rondvaartschepen. Dus ik denk, ik weet niet wat het percentage is, maar ik heb het idee dat op minstens de helft van de mensen via het water de stad binnenkomt. Ja. Nou, en dan moeten ze dus dwars door de stad heen naar het VVV, de Spuiboulevard, straks op de, aan de andere kant. Dat doen ze dus niet. Nee. Dus ik denk dat een steunpunt voor het VVV eigenlijk in de stad heel erg belangrijk is. Ja. En dan een steunpunt vooral gericht op mensen die die historie en met name het historisch gedeelte van de stad aan boeien. Ja, waarom komt een toerist naar Dordrecht? Ja. Echt niet voor de vuilverbranding of zo. Die kopen voor die stad. Een deel om te winkelen, maar... Die historische stad is natuurlijk echt wel... Die komen voor het havengebied, die komen voor het gebouw, die komen voor de monumenten voornamelijk. Als we nog even kijken naar de kanon. Jullie kregen een mooi compliment deze week van historicus Kees Klok. Daar zijn we heel blij mee. Die vond echt dat ieder huishouden in Dordrecht dit boekje zou moeten hebben liggen. Ik heb de neiging dat wel met Kees Klok eens te zijn, want het bevat... met de vensters die jullie gekozen hebben, hele boeiende verhalen over de geschiedenis. Ik wil er nog wel een paar uitlichten. En eentje die ik wel boeiend vind, omdat we binnenkort in het mijlpalenprogramma van de gemeente Dordrecht daar ook aandacht aan gaan besteden, is de Sint-Elisabeth-vloed. Staat uitgebreid beschreven in deze kanon. Stond ook beschreven, volgens mij bij woensdag 18 november deze week, in het boekje 366 dagen Dordrecht. En de beschrijving in dat boekje wekte bij mij de indruk dat de vloed eerder mythische vormen had aangenomen, dat nou echt zo groot geweest is. En is dat nou een misvatting? Zaten ze ernaast in het boekje? Hoe zit het met de Sint-Elisabeth-vloed? Nou, het is in ieder geval niet zo dat het hele massa's mensenleven heeft gekost. Het is iets dat al eigenlijk een paar jaar in voorbereiding was. Er waren Hoekse en Kabeljauwse twisten, waardoor het onderhoud van dijken al niet helemaal 100% was. Er waren al wat overstromingjes geweest. Er waren wel wat tekenen dat er iets kon gaan gebeuren. Dus in die zin zou je haast zeggen dat men... er wellicht al een beetje op voorbereid was. Ja, maar kennelijk niet zo op voorbereid dat ze maatregelen namen. Nee, blijkbaar niet. Anders had het niet gebeurd natuurlijk. Die dijken die zijn verzwakt door allerlei oorzaken. Ja. Maar tienduizenden mensen zijn daar niet mee omgekomen. Dat is ook wel aangetoond door archeologisch onderzoek. Weet je, zoiets wordt altijd wat aangezet in de loop der eeuwen. Er kwam ook een babytje aandrijven op een mandje met een kat erop. Die zorgde dat het... Het verhaal Beatrix. En het verhaal Beatrix. En daar stamt dan uiteraard een belangrijke Dordtenaar vanaf. Leuk. Ja. Maar ja, zo werkt het niet helemaal in de echte geschiedenis. Bijna lachwekkend vond ik het dat ik onlangs in het AD las... dat een aankondiging van het volgende, de 600 jaar, denk ik, Elisabethvloed, dat men daar stelde van de hele stad is heel Dordrecht is onder water komen staan, behalve het centrum.
Ja, toen dacht ik van het is toch wel verrekte goed dat er een kanon is, want Dordrecht bestond alleen maar uit als centrum binnen de stad, maar de rest was geen Dordrecht. Nee. Weet je, dus ja. Ja, nee, want we hebben het wel over het eiland van Dordrecht, maar... Het was voor helemaal geen eiland. A, er was geen eiland. B, het grootste oppervlak was destijds van Dubbeldam, volgens mij. Dus dan zou het eiland van Dubbeldam zijn. Maar, zou je kunnen zeggen, ja, het was de graaflijkheid in die tijd. En Dordrecht was daar een stand binnen die muren. Ja. Dat was Dordrecht niet verder dan dat. Maar goed, dat is een detail. Wat is nou in de ontwikkeling van Dordrecht wel het effect geweest van die Sint-Elisabeth-vloed? Ja, Dordrecht kwam erg gunstig te liggen. Voor de handel. Het had natuurlijk al als een stapelrecht. En dat kon het ten volle gaan uitbuiten. Ja. Terwijl, dat was voor de Elisabeth. Dat was al voor de Sint-Elisabeth-vloed. Inderdaad, ja. Dus we waren al een hele belangrijke handelsstad. Maar het... Er was meer water. Dus van alle kanten kwam de scheepvaart aan. Ja. Om Holland te bevoorraden met bijvoorbeeld bouwmateriaal. Ja. Nadeel is ook. Ja. Heb ik het niet helemaal paraat in mijn hoofd, maar bij al dat water en stapelrecht moet ik altijd ook weer denken aan die beroemde uitspraak: hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Besteden jullie daar aandacht aan in dit boekje? Aan die, dat gezegde? Of hebben jullie dat ook laten liggen? Dat hebben we niet echt gedaan, volgens mij. We hebben er wel iets over gezegd. Ik meen, ja, het is voor ons ook heel veel stof. Ja. Ik meen dat er mogelijk staat een anekdote in over een schip dat in de Nieuwe Haven lag. Daar een paar duizend kilo rotte vis overboord kieperde. Maar dat had, dacht ik, met de brouwerijen te maken. En mogelijk, ja. Ja. Waar komt zoiets vandaan? Maar, het kan ook al eerder komen, hè? Het stapelrecht. Ja. Dat was ook niet naar iedereen zin, dus... Ja, het moest betaald worden en ja. Ja. Dat stapelrecht heeft Dordrecht geen windeieren gelegd, maar hoe zat dat dan precies in elkaar? Kun je dat duidelijk maken aan onze kijkers en luisteraars? Alles wat vanaf zee kwam en verder het land moest, dat moest in Dordrecht worden opgestapeld, zeg maar. Dat moest hier aan land worden gebracht en... doorverhandeld. Dat was een soort belastinginning. Ja, dan had je als stad Dordrecht de eerste keuze ook om daar waren uit te zoeken en hier te houden, wat dat betreft. Ja. Je werd ook tol betaald. Ja. Een ander mooi verhaal vond ik ook wel het verhaal van het bouwen van de grote kerk. Sura. Heten ze, geloof ik. Ja, dat is inderdaad een toch wel een discussiepunt geweest. Van moet je nou zo'n legende, moet je dat nou, is dat nou een historisch feit? Het is een verzonnen verhaal. Ja. En daar is ook best wel wat kritiek op gekomen van, ja, beste mensen, moeten jullie dat nou doen? En daar hebben we toch samen wel naar gekeken van, ja, zullen we dat nou wel opnemen of niet opnemen? Ja. Ja. Wij hebben op 1 oktober waren we eigenlijk klaar met onze eigen 47 vensters. Die hebben we ook overlegd aan de lezers, 3000 lezers, en gevraagd om commentaar. Ja. Ja, en dan kun je wat verwachten. Maar, en dat hebben we ook wel gehad over Sura. Van, ja, moet er nou een legende in? Je bent met geschiedenis bezig. Ja. Ja. Ja, aan de andere maar kant. Ook een legende is een onderdeel van geschiedenis. Geschiedenis bestaat natuurlijk uit verhalen. Precies. Ja. Dus, ja. Ja, verhalen, historische feiten. Niet elk verhaal is feitelijk, maar de legende Sura, het verzinsel van mij tot Sura, bestaat al honderden jaren. Dus dat hoort ook wel een beetje bij de stad. Ja. Dat mag ook wel vinden. Dus, ja, ik was wel blij dat die legende erin opgenomen zat. Dat maakt het wel heel erg beeldend. Ik zag ook een fotootje in ieder geval van de toren van de Grote Kerk, hoe die oorspronkelijk bedoeld was. Ja. Aanmerkelijk hoger dan dat hij geworden is. Misschien toch leuk om nog even te kijken van wat ging er nou meteen al mis in die bouw, waardoor dat plan zo drastisch aangepast is. Ja, dat is de ondergrond. Men had er toch niet zoveel rekening mee gehouden dat het hier een beetje nat is.
wat kleiig. En ja, dat zo'n toren toch wel wat zwaar is misschien op zo'n ondergrond. Ja. Dus halverwege het werk begon dat ding al een beetje scheef te hangen. En toen heeft men maar besloten om er onmiddellijk mee te stoppen. En heeft het nooit de ambities gehaald van de Dom van Utrecht. Ja, want ze wilden eigenlijk de hoogste toren creëren? Of, Ik dacht dat ze er een paar steentjes boven wilden leggen, ja. Ja. Maar helaas, dat is... Je kunt niet altijd het hoogste hebben, het oudste zijn, het mooiste. Weet je, dat vinden we allemaal geweldig, maar ja... Hier greep de ondergrond, de veengrond greep in. En die toren die zakte bij de bouw al weg. En al die is van, we mogen blij zijn dat hij er nog staat. Hij is in de jaren 60 gezorgd dat er met een fundering dat hij niet verder zou zakken. Ja. Anders had hij misschien niet eens meer geweest. Dus we hebben daar gelukkig wel goed op ingegrepen. Als ik jullie nou vraag van wat is zelf het favoriete venster... Wat je hebt opgeschreven en opgetekend in dit boek. Dan krijg je er misschien wel twee. Ik denk, voor mij is dat Kees Spijker vet. Ook iemand waarvan je afvraagt, moet nou zo'n schooier als Spijker vet in die kanon van Dordrecht? Ja, want het vertegenwoordigt eigenlijk toch wel, het moet niet elitair zijn. Een groot gedeelte van Dordrecht leefde in armoede, zeker in de 19e eeuw. En neem ons even mee in het verhaal van Kees Spijkervet. Kees Spijkervet was die is geboren in een zijsteegje van het Augustijnenkamp. Daar waren heel smalle zijstraatjes, denk net een meter breed, langs een klein slootje, een open riool, zeg maar. Nou, daar stond een huisje van, ik meen 12 vierkante of 15 vierkante meter oppervlakte, waar die het gezin van 7 mensen woonde. En daarboven een zoldertje. Nou. Het is niet zo gek dat zo'n kind in zijn kindertijd de straat op gaat. Thuis is het gewoon niet vol te houden. Nee. Het is een zwerver geworden. Hij is ook best wel aan de drank geweest en soms ook weer niet. Hij heeft met cholera-patiënten lopen sjouwen. Hij was ijzersterk. Hij is ook dik in de 80 geworden, wat voor die leeftijd. Dat is in die tijd uitzonderlijk. Ja. Uitzonderlijk was. Hij heeft in de vrieskou geslapen, terwijl een van zijn maten die is doodgevroren, hij niet. Zal de alcohol wel geweest zijn, maar... Hij is ook, omdat hij zo'n karakteristieke kop had, is hij heel veel geportretteerd. Hij is geschilderd, getekend door allerlei kunstenaars, waardoor we hem kennen. Ja. En fotografen die hebben hem ook behoorlijk te korrel gehad. En daar verdienen die ook wel wat mee. Hij vertegenwoordigt voor mij eigenlijk toch wel het wat arme leven door dit, waar, vind ik, nog veel te weinig onderzoek naar gedaan is. Ja, we hebben meteen een mooi thema te pakken om nog eens op... Te focussen. Wat heb jij als favoriete venster? Nou, ik sluit me daar wel bij aan, samen met de frikandel. Dat zijn toch typisch de vensters die buiten die 80% van, die moeten er sowieso in vallen, een beetje. Mm-hmm. Spijkervet, daar heb je discussie over, de frikandel. Laten dat nou net de darlings zijn. Wij er dan graag in wilden hebben. Ook omdat jullie dan toch proberen de geschiedenis ook met een knipoog of wat luchtiger te maken? Die geschiedenis is in principe de kanon. De kanon van Nederland is bestemd voor de jeugd, is voor het onderwijs bedoeld. Mm-hmm. Nou, daar hebben we ons niet echt op gericht. Maar er zijn verschrikkelijk veel mensen die niets of nauwelijks iets van de geschiedenis van Dordrecht weten. Ja. Van 0 tot 80 zou ik bijna zeggen. Ja. Nou, en er zijn natuurlijk, want je hebt hier in een klein boekje, 108 pagina's, heb je 1000 jaar geschiedenis. Bijna 1000 jaar. Wel compact. Geschiedenis is niet nieuw, wij hebben het niet uitgevonden. Er zijn prachtige delen over de geschiedenis van Dordrecht. De laatste is 1 jaar of 20 geleden uitgegeven. Maar dat zijn zulke pullen, ja, die leest niet iedereen. Nee, dat is ook wel heel erg veel om daar een keuze uit te maken. En als er nou mensen thuis zijn die denken van... Ik ben overtuigd, ik ben over de streep. Hoe komen ze aan dit boekje? Dan hoop ik, als ze in Dordrecht geboren zijn, dat ze het bij de geboorte hebben gekregen van de gemeente. Dat zou nog wel een aardige zijn. Naast het schaapje, of misschien wel in plaats van het schaapje. Ik hoop als ze hier zijn komen wonen, dat ze het krijgen van hun makelaar. In plaats van de sleutelhanger die je normaal gesproken bij een notaris krijgt, bij de overdracht. En ze kunnen het kopen bij de boekhandel of op het Augustijnhof. Dus, het is op het Augustijnhof, dus bij jullie
te verkrijgen in de boekhandel. Iedere boekhandel in Dordrecht heeft voorraad liggen. Als het goed is wel, ja. Dus, Vossen van der Leer, De Bengel, Dekkers, Bruna Sternburg, Zwijndrecht, Hybrion. Ja. Dus dit, nee, je kunt er eigenlijk niet omheen. Er zijn er 2.500 van gedrukt. Het gaat hard, moet ik zeggen. Onverwacht hard, vind ik. Ja. Maar ze zijn nog volop te koop. Dus er komt een herdrukje aan, hoop je ook? We hebben bij andere steden gezien die ook Kanon hebben een boekje dat ze overal herdrukt zijn. Dus ik denk, verwacht dat wel. Nou, heren, dankjewel dat jullie hierover wilden komen vertellen.